Paraguay. Oh, ik heb ook Ghana hoor. Dat kan niet. Nee, dat is niet Ghana trouwens. Ik lieg. Ik weet niet welke deze is, maar ik denk dat dat dan Cameroen is. Alleen ik heb vlaggetjes anders. Maar goed, het zal Cameroen zijn. Dus dat is Paraguay Cameroen. En dat wint Cameroen met 2-3 van Paraguay. En dan heb ik nog als laatste achtste finale. Ja, dat is toch een kraker op zich. Spanje-Brazilië. En dat gaat Spanje winnen met 2-0. Dat weet ik zeker. Dan in de kwartfinales komt Engeland. Of nee, Frankrijk-Engeland. Nou, hartstikke leuk, hè. Die hebben vroeger ook wel eens vaak tegen elkaar gestreden. Maar ik denk dat iedereen Engeland een beetje onderschat. En dat zij denken van prima, laat maar. En dat zij gewoon de kwartfinales van Frankrijk gaan winnen met 1-3. En dan komt Nederland ook door naar de kwartfinales. Want die hebben gewonnen van Italië. Dat is altijd mooi. Maar dan komen ze tegen Portugal. Ja. En ja. Dat gaan wij niet redden op een of andere manier. Ik weet dat niet hoe. Blessures of wat dan ook. Ik weet het niet hoe. Maar wij gaan dat gewoon op een of andere manier gaan wij dat niet redden als Nederland. En wij gaan gewoon verliezen met 2-3 van Portugal. Ja, sorry, ik ben nou helemaal niet chauvinistisch. Nou, dan heb ik in de kwartfinale ook nog Argentinië-Duitsland. Nou, dat is ook spannend. Maar die Duitsers, ja, die ziet niet opgewassen tegen die ja, Argentinië. Wat is het ook weer? Toet me uit, Duitsland, aber Argentinië die haast winnen, dus, jawel. Hè, jawel, dus. Ja, die gaan, Argentinië gaat winnen met 2-1 van Duitsland. Nou, mijn Spaans en Cameroens is niet zo goed. Dus, ja, maar Spanje gaat wel winnen van Cameroen in de kwartfinales met 1-3. Hè, Eto'o schiet er nog even grandioos eentje in, maar dan houdt het op. Even kijken hoor, dan heb ik een halve finale, Portugal, of nee, Engeland-Portugal. Nou ja, dat gaat Engeland wel winnen van Portugal met 2-1. En Ronaldo krijgt een vrije trap, die schiet hij er heel mooi in natuurlijk, met een mooie boogje hier ook. Maar ja, nee, ik denk toch dat eventueel een Wolcott of zo toch wel gewoon lekker gaat spelen op zo'n toernooi. En die gaan dus winnen met 2-1 Engeland, de halve finale. Die andere halve finale wordt dan automatisch Argentinië-Spanje. Nou, Argentinië is dan op, zit vol met drugs en lijntjes en weet ik het allemaal voor bullshit. Alcohol, feesten, Maradona aan het roeren. Nou, dat is heel goed gegaan tot de halve finales, want dan kunnen ze Spanje tegen en dan gaan ze gewoon onderuit. Dan pakken ze er geen hol meer van en dan wint Spanje gewoon met 0-2. Maar ja, Argentinië gaan niet eens scoren. En dan, nou ja, dan heb ik dus de finale, of de troostfinale eerst. De troostfinale eerst natuurlijk. En ja, dat is dan dus automatisch een Portugal-Argentinië. En dat gaat Portugal gewoon winnen van Argentinië. Want ik zei, die stellen helemaal geen hol meer voor. Messi heeft in die wedstrijd nog zijn enige opleving van het hele WK. Scoort er even eentje. Maar ja, Portugal die gaat gewoon winnen met 2-1. De troostfinale. Dus die worden die derde en dan wordt Argentinië vierde. Nou, altijd leuk. De finale is dan Engeland-Spanje. Dat lijkt me best een leuke wedstrijd trouwens. Maar daar gaan de Engelsen toch wat minder. Ja, Spanje is gewoon oppermachtig. Ja, sorry, maar die doen in omgekeerde volgorde wat Frankrijk jaren geleden ook een keer heeft geflikt. Maar die doen het in omgekeerde volgorde. Die halen de EK en WK binnen. En ik geloof dat Frankrijk eerst het WK en daarna het EK binnenhaalde, maar rekende niet helemaal op af. Engeland verliest van Spanje met 1-3. En dan is Spanje automatisch nummertje 1 op het WK, dus wereldkampioen. Engeland nummertje 2, Portugal dus nummertje 3 en Argentinië nummertje 4. Ja, en Nederland, ja sorry jongens, maar Nederland gaat echt geen kampioen worden. We kunnen best ver komen, maar... er zijn ook andere teams hè, die meedoen en iedereen denkt dat ze kampioen worden en dat is leuk, maar laten we wel gewoon realistisch zijn en er zijn gewoon een paar landen beter dan ons en wat ik zeg, we kunnen nog best aan een Frankrijk winnen en een Duitsland winnen
En ook wel van een Cameroen, maar van een Spanje, een Portugal, een Argentinië en een Engeland. Ja, dat zijn landen, daar win je gewoon niet van als Nederland. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Maar het leuke is, hè, als het dan eenmaal allemaal speelt, dan blijkt in één keer niemand meer verstand van voetbal te hebben. En dan gebeuren er toch altijd de raarste dingen. Ja, verder denk ik nog, want de voorspelling van de kaarten, die moest je hier ook bij invullen. Want als er iets, als er punten gelijk komen, dan telt dat mee. Nou, ik geloof dat ik heb uitgerekend dat 64 wedstrijden worden gespeeld of zo, zoiets. Maar dat in elke wedstrijd wel één gele kaart wordt gedaan, gemiddeld, hè, gemiddeld. Dus dan hebben we 64 gele kaarten. Ja, die rode kaarten, dat heb ik gewoon gedaan omdat ik het leuk vond. Ik denk, er doen wat van die halve landen mee. Hè. Noord-Korea bijvoorbeeld, die gaan wel wat onbesuisde overtredingen maken. Wat zie ik hier nou? Nieuw-Zeeland, weet ik niet. Maar ik denk dat die Australiërs ook wel, als ze gefrustreerd zijn, wat domme dingen doen. Nou ja, ik weet niet of mensen de Afrika Cup hebben gezien. Maar Zuid-Afrika, Nigeria, Ghana... hebben we nog een, Cameroen, dat was het zo'n beetje, Ivoorkust, en dat was het dan, maar ja, dat zijn ook mensen die maken levensgevaarlijke overtredingen, en op de WK, ik heb Mexico, Nederland ook gezien, er worden ook een aantal dingen gedaan, nou, dan krijg je in het WK krijg je daar echt wel, sowieso geel voor, want volgens mij kregen ze dat nu niet eens, en ook wel eens rood voor. Ik denk dat zijn toch landen. Oh, Algerije. Ik ben Algerije vergeten als Afrikaans land, sorry. Maar nou, dat zijn landen. Dus die overtredingen ziet, er wordt op 2K direct rood voor gegeven. Ja, sorry. 16 rode kaarten, denk ik. En dan, dan houdt het op, hè. Dan heb ik alles wel een beetje voorspeld, geloof ik. En ik zie hier dat er al ruim 96.000 deelnemers aan deze pool meedoen. Dus dat wordt leuk. Ah, en verder zien we wel wat er gebeurt op de WK. Maar ik veug me er nu al op. Ja, iedereen zo'n beetje wel, die een beetje van voetbal houdt. Iedereen die een beetje van voetbal houdt, hè, die doet dat wel. Dus over... ik zie dat er over 13 dagen, 12 uur, 58 minuten en 45 seconden het WK begint. Dus dat is ontzettend spannend. En verder zou ik nu ophouden.